Ik wil niet te veel gewoon praten, want ik zit ook in de regering met de man. Samen zit dat hier, die naar de regering ook toe. Daar heb ik contact met mijn Sani. Natuurlijk, ik heb duidelijk gezegd, twee dingen gezegd. Als die koers 30 bereikt, gaan we niet kunnen draken. En die koers is over 30. Ja? Wat doen we nu? Kijk maar naar de prijs in de winkel. Ik heb de president gezegd, we moeten antwoord vinden voor dat koers. De koers mag 30 niet overstijgen. En nu zijn we 33, we gaan naar 35 straks. En wat gebeurt er? Gelijktijdig gaan die prijzen omhoog. En als ik nu hoor dat gasbom weer zoveel gaat worden, dat betekent alle inkomsten die de regering wil hebben, is ten koste van de gemeenschap. En wanneer ik ga praten, de hele Amadina regering maar mijn tak ook toe tegen. Meneer tak tegen, maar we moeten rekening houden. En deze regering waar ik ook erin zit moet begrijpen dat we het volk dit niet hebben beloofd. Ja? En we moeten rekening houden met het volk. En dat probeer ik ook te doen. Maar u weet het, ik ben ook wat ik naar kouteren mee hoor. Dat volk dat verdient een behandeling zal ik eens no. Ja? Het volk heeft op ons gerekend. En wij moeten het volk ook helpen. Misschien wat volk ook toe. Ja? We moeten niet kan blind staren naar IMF is druk. IMF geeft ons niks. Zij IMF is goed. IMF heeft al zoveel transje geen geld gegeven. Even dat zou je wachten. Maar IMF, wat heb je dat hier? Gasbomprijs, je moet loslaten, je moet subsidie loslaten. Maar alles wat we loslaten is ten koste van het volk. Ja? En we hebben je potjes, maar je kon er niet nog maar smart time voor een potje kan zijn bij een gasbom. If a subsidy no demoro. Dus bepaalde dingen om goed te keren, de sanctie nog maar gebeurt. Bijvoorbeeld prijzen in de winkel, voor mijn horen stabiel, dat we boom. Voor mijn horen koers, dat we boom. En de basisgoederen van deze maat demonstratie. Andere mensen kunnen hun kinderen niet naar school sturen, de nog maar. En maar als alle maatregelen wat treft, no, in Naka volk, dan is dat zichtbaar. Dus in ieder geval, me vind dat hier, als IMF het druk moet doen, we kunnen met IMF samenwerken, maar IMF moet ook rekening houden met ons. Nee, ja? Denk je dat de komende protestacties niet georganiseerd worden? Minister Sabi. Tot daar.